Ik ga een proefje rijden. En welk proefje ga je rijden? Drie, de eerste keer. Spannend? Heb je er zin in? En jij gaat jureren? Ja. Waar gaan we op letten vandaag? Houding en zit. Houding en zit. Houding en zit en hoe rij je je paarden door de baan. Op het moment dat jij het goed op kan lossen als die een keertje opzij springt, is het geen probleem. Maar je moet ervoor zorgen dat je netjes door de baan gaat en dat je goed op je letten zit. En meer hoef je eigenlijk nog niet in de F1? Nee. En als je nou... Alles is eigenlijk goed in de F1. Ik vind het al heel gauw heel mooi. Oké, en in de F3, waar let je dan op als je F3 zou jureren? Dan moet je al wel een klein beetje op het goede been gaan rijden. Oké, dus licht rijden op het goede been? Ja. En een beetje op de letters gaan rijden. Dus letters rijden. En op, dus bij de F1 is het nog niet zo erg als je een beetje naast de letter zit. Nee. Maar bij de F3 mag het gewoon niet meer. Nou, de F3 mag het ook nog wel. Want op de letters rijden is heel erg moeilijk. Ja. Maar op het moment zeg maar dat je F3 gaat rijden. Dan ga je bijna F4 rijden. En dan wordt het al wel een beetje moeilijker. Dan ga je ook al galopperen in je proefje. Dan wordt het alweer een klein beetje moeilijker. Elke keer wordt het een stapje moeilijker en op het goede been licht rijden wordt dan weer wat belangrijker. Oké, dankjewel jury mevrouw Maya. En moeder van Maaike. Ja, ook nog. Ook nog. Hallo, Veertje. Hallo. Wat ga je doen? Ik ga een proefje rijden. Op wie mag je vandaag? Darcy. Hi Darcy. En ik zie dat je zelfs al helemaal klaar bent met vlechten. En het ziet er prachtig uit. Heb je er zin in? Ja. Zo, dan moet even omgekleed worden. Dames hebben er ook een mening over, over het omkleden. Ja. Ja. Wat is er? Ik had een vestje aangetrokken. Met pluisjes. Oh, dus de pluisjes. Dan heb je mama niet goed gewassen. Nee. Beetje jammer, mama. Ja. Ja, je laars aan en dan gaan we beginnen met je dressfeestspulletje. Ja. Nou, ik wil laten zien, ze heeft hier zwart. En dan hier is het zilver, andersom, zilver met zwart en roze. En ze heeft grijze bandages vandaag. Een dekje wit met glimmertjes en grijs, roze. Strikjes heb ik al laten zien. Dus moet goed komen. Ik ben het geweest en het ging niet zo door. Oh, waarom niet? Ze ging te vroeg naar draf. En ik ga nu op. Ze ging te vroeg naar draf. En vanuit draf ging ze te vroeg naar stap. Oh, ze was een beetje lui. Ja. Nou ja, beter dan dat ze de bak doorvliegt. Ja, dat gebeurt gelukkig niet. Ja. Nou, ben je er klaar voor? Voor de meest spannende proef van heel je leven? Nee, het is niet zo spannend. Ja. Ik ben een beetje... En Ster is er ook klaar voor, hè? Bijna. Ja. En Ma, ze heeft de handschoentjes ook al aan. Hallo. Kijk. Tessia. Ik kan niet kijken. Bijna. Bijna. Daar komt Sterre. Met Tessa erop. En daar komen ze nu naar mij toe. We gaan de proef rijden. We gaan de proef rijden. Ik hoop dat ik nu niet val, want dan heb ik au. Je loopt achteruit, dat is niet slim. Want de deur staat nog. Ik kan er gewoon door hoor. Loop maar gewoon door. Ja, loop maar door. Ik ga het snap buiten. Nee, buiten. Niet met de camera. En dat was het. Ja. Succes! We gaan Esther met haar oor tegen. Kom Tessa. Succes Tessa, je kan het. Omdat ze al een stak uit zat te laaien. Succes. Je ziet er goed uit. Lijkt wel een prinses. Alleen ik kan nog inderdaad zitten en hier. Ja.
Ja, maar prinsessen die zien er ook zo uit. Echte prinsessen dan, hè? Sorry. Nee, ik zie niet zo goed waar ik loop. Hallo? Hallo. Ja? Tessa, maak me maar één volg en dan gaan we beginnen. Wat is dat dan? Ja. Flapdrom. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. Bij C op de rechterhand. Bij C op de rechterhand. B, E, B, grote volte. B, E, B, grote volte. Hey, vier, succes. Ben je er klaar voor? Ja. Succes, je kan het. Oké. Okay. Ik heb een proefje gereden en het was hartstikke leuk. Ik heb het naar mijn zin gehad en het ging wel goed. Nou, mooi. Toppie. Gaan we nu afzadelen en wachten tot het F3 klaar is. Zijn we allemaal binnen? Ja. Ja, ik mis niemand. Weet ik zeker. Ja, dat is goed. Even kijken, jou. Nou, de Bart. Ben je er? Ja, hier. Ja. Ik heb 5 prijzen. Want ik heb ex-equo's. Ik heb 1 eerste, 2 tweede en 2 derde. Oké, de tweede prijs. Met 219 punten. Tessa Heltenhof. Wow. Alsjeblieft. Tweede gewoon. Tessa en Sterre zijn tweede geworden. Ja, heel grappig. Gedaan, vrouw. Wow. Gefeliciteerd. Ik vind hem ook een mooie beker. Hey, kun je even vertellen wat je ervan vond? Ja, Tess. Hier, bij mij. Wat vond je ervan? Wat leuk. Nou, gefeliciteerd. Je bent tweede. Goed gedaan. Cool, hè? Zo. We zijn alle twee tweede. Sterre. En Tessa. Nee, en Kim. En Kim was ook tweede vandaag. Kim is ook een winnaar vandaag.